Patricia Ednel is geboren op 17 juni 1976 en is moeder van 3 zonen. Zij studeerde respectievelijk bestuurskunde en public administration aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Lima Po Instituut. In haar jongere jaren was zij first runner-up bij het Miss Teen Contest en verkreeg daarbij ook de titel van Miss Joy. Ze is oprichter van de jongerenorganisatie Suryo NU. Patricia was de presentatrice van het Jeugdjournaal, The Great Music Experience, het programma NVD en De Wereld in Perspectief. Ze is voorzitter van de coöperatie ODI, secretaris van de Nationale Partij Suriname en thans lid van de Nationale Assemblée. Patricia, mag ik je uitnodigen naar voren te komen? Dank je wel. Oké, goedenavond iedereen. Mijn stem is een beetje hees, maar ik denk dat het toch een beetje duidelijk is. Jullie begrijpen en verstaan me heel, heel erg goed. Laat me alvast beginnen. Toen mij werd gezegd van mevrouw Ednel, uw presentatie mag niet bestaan uit tekst, maar uit foto's, was het voor mij van oké, ik heb iets hieruit geleerd. Sowieso, het is, de naam zegt het al, fuck up. Wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Wat heb ik niet goed aangepakt? En hoe heb ik eruit geleerd? Mijn 2 presentaties en zullen alvast gaan over naïviteit kan bitter zijn. En mijn tweede presentatie zal gaan over leiderschap is niet de beste zijn, maar ieder betrekken om samen de beste te zijn. En mijn eerste presentatie, naïviteit kan bitter zijn. Wanneer ik erover begin te praten, dan gaat u het zelf zien. De jongeren die u hier ziet, zijn niet de jongeren waarmee ik toen heb gewerkt. Het zijn foto's van jongeren. En misschien kent u een paar eruit, maar ze hebben helemaal niks te maken met de context van het verhaal, maar omdat we met foto's moesten werken. Laat me alvast beginnen. Op mijn 25e... werd ik heel erg actief in de politiek. Eigenlijk veel eerder, toen ik 16 was. Maar daar was ik zoiets van, oké, ik loop mee. Maar op mijn 25e werd ik echt actief. En voor mij was het toen, ik zie het slechte niet in mensen. Voor mij was iedereen goed. Ja, waarom gaan ze me kwaad doen? Ik ben nog jong, ik kan alles doen. En in de Nationale Partij Suriname hebben we een jongerenraad. En ik had ervoor gekozen om niet met de jongerenraad samen te werken. Ik wilde niet. Ik dacht, ik wil het alleen doen en ik wil het zelf doen. Ik wil mezelf bewijzen. En ik wil met alles meedoen. Ik ging toen zelf activiteiten organiseren en op zoek gaan naar sponsoringen. En je bent bezig. Hier zie je die jongeren weer. En dat eigenlijk bedoel ik de jongerenraad. Het gaat niet. Ja, hier zie je weer de jongeren. Het zijn projecten die ik heb gedaan hoor. Heb ik een paar foto's, maar goed. Ja. Goed, dan kom ik hier. En belangrijk was, toen ik bezig was, zag ik niet dat die jongeren waarmee ik samenwerkte, maar ik had ervoor gekozen om niet met ze in de raad samen te werken, dat ze het absoluut niet leuk vonden. En dat ze dat niet konden accepteren, dat ik in de partij was en ik vond dat ik niet met hun wilde samenwerken. Wat ik zowel zei, is de activiteiten die ik organiseerde. En op een gegeven ogenblik, in het organiseren van activiteiten, het benaderen van sponsoringen, werd ik plotseling geconfronteerd met een brief vanuit de jongerenraad. En die brief is gestuurd naar alle afdelingen van de partij. En in de brief stond eigenlijk dat mevrouw, dat Patricia Ednel, toen was ik nog jong, dus ik was nog geen mevrouw, maar mevrouw, dat Patricia Ednel niet goed bezig was. Het leek alsof ze geld stal, dat die activiteiten die ze organiseerde, was contra de jongerenraad. Ze telde de jongerenraad niet. Ze dacht dat ze geweldig was en ze was niet te vertrouwen met de sponsoren. De partij moest voorzichtig zijn met mij. En het was voor mij een harde klap.
Maar ik zag de red flags niet. En waarom zag ik ze niet? Omdat in mijn situatie was, ik was te naïef. Weet je, ik dacht, ja, iedereen gaat met me samenwerken. Ik heb geen problemen. Waarom hebben mensen problemen met mij? Nee, ik wil doen wat ik wil doen, dus dat ga ik. En op een gegeven ogenblik, toen die brief naar de partij ging, het hoofdbestuur, het congresbestuur, de adviesraad, toen werd het duidelijk van mevrouw Etnel, je bent niet goed bezig. Je bent absoluut niet goed bezig. En op een gegeven ogenblik moesten we met de toenmalige president, de voorzitter van de partij, meneer Venetiaan, zitten. En ik kan me nog herinneren, ik kwam toen daar binnen. En ja, je ziet de hele raad daar zitten. En iedereen kijkt naar je alsof je wil zeggen van, hé, jij bent het heel probleem en we gaan het voor je weghalen. En meneer Venetiaan zit daar. En al die andere oudere mannen. En ik denk bij mezelf, oké, Patricia, zo, wat gaan ze zeggen? En meneer Venetiaan begint te praten. En hij had een manier van praten. Zo, mevrouw Etnel, wat heb je eruit geleerd? En ik, omdat ik die red flags niet zag, dacht ik van, ik heb er niks uit geleerd. Ik ga ze klappen allemaal. Wat is dat nou? Hoe ga je een brief schrijven dat ik steel? Dat ik een dief ben? Jullie zijn gek nog. Ik wil juist de partij groot maken en jullie zien me als gevaar. Waarom doen jullie dat? En je bent zo bezig, want je bent jong. Je wil zoveel doen. Maar wat je niet begrijpt, je bent fucked up bezig. Want je wil alleen werken. Je wil alles alleen doen. En je wil hun uitsluiten, terwijl zij de raad zijn. Je moet deel worden van de raad. Waarom wil je het alleen doen? En die brief heeft me wakker gemaakt. En meneer Venetiaan heeft toen als oplossing gegeven. Van oké, jullie gaan het samen moeten doen. En voor mij was het één les. In de politiek mag je niet naïef zijn. Absoluut niet. Als je naïef bent, is dat jouw, eigenlijk jouw klaarheid. Je gaat gewoon doodgaan. Punt uit. Dat is één. Twee, je moet het samen doen. Het is niet iets van jezelf. Je kan het niet alleen doen. Je moet samen leren werken. En verder, ga er niet vanuit dat iedereen die met je lacht, het met je meent. En ga er niet vanuit dat elke ja dat gegeven wordt aan jou een ja is. En dat was voor mij een lessons learned wanneer ik kijk naar de manier hoe dat is gegaan. En vandaag de dag moet ik aangeven dat ik eruit heb geleerd in die zin van je werkt samen. Klaar. En dan ga ik naar mijn volgende fuck-up. Dat is leiderschap. Hier zie je leadership. En dat betekent niet dat je de beste moet zijn, maar dat je in ieder samen moet brengen om samen de beste te zijn. En ik ben voorzitter van de coöperatie ODI. En ODI, de conferentier heeft het aangegeven als ODI, maar je leest het als ODI. En ODI betekent groeten, ondernemen, dynamisch en innovatief. En ik heb die coöperatie opgericht vorig jaar, 2022, omdat ik vind dat wat betreft de textielindustrie, we heel weinig doen in Suriname. Ik ben in 2021 heb ik in het parlement een presentatie gehouden over het schooltassenproject en wat Surinaamse ondernemers kunnen doen. En ik ben toen begonnen met een groep Surinaamse vrouwen die heel goed kunnen stikken. En die vrouwen hebben toen ongeveer 1200 tassen gemaakt. En dat was een hele mooie stap voor mij. En ik heb toen gezegd, weet je wat, ik ga een coöperatie beginnen. Ik heb toen een paar jonge
dynamische mensen, mannen en vrouwen gevraagd. Die hebben gezegd, is goed Patricia, we gaan het samen doen. En op een gegeven ogenblik heb je het bestuur, je hebt de leden. We zijn, ik heb ongeveer 11 vrouwelijke ondernemers die zitten in de coöperatie. En het schooltassenproject moest verder worden voortgezet. En voor mij was het vanaf dat moment, vorig jaar, van weet je wat, ik moet de mensen benaderen om de tassen af te nemen. Ik maak de afspraken. Dus ik doe alles. Alles doe ik. Weet je, je denkt, het is ons logo. Het is een vlinder met een Surinaamse vlag. En een vlinder betekent vrij. Je moet kunnen vliegen. Je moet kunnen gaan, de wereld kunnen veroveren. En we hebben speciale tassen. Ook die tassen gemaakt toen. Hier zie je een van onze ondernemers met de schooltassen die ze maken. En zo zijn er nog meer hoor. Maar dit zijn de tassen die ze maken. En hele stevige tassen. En dit is het bestuur. En je moet je voorstellen, je bent voorzitter, je gaat naar de sponsoren, je gaat dit, je gaat dat doen. Maar wat je niet doet, je betrekt de rest niet bij. Je denkt, oké, je moet alles in orde maken en je vergeet dat de anderen ook moeten helpen. Totdat je op een gegeven ogenblik, dit jaar, januari, wordt er een bestuursvergadering bij elkaar geroepen. En ze zeggen, maar Patricia, wij niet alleen die leden, dan kunnen wij weggaan. En ik zeg ze, maar wat doe ik verkeerd? Ik moet toch de organisatie leven geven. Ik moet toch alles in orde maken. Ze zeggen, ja mevrouw Etnel, maar er is een penningmeester. Er is een secretaris. U bent misschien de voorzitter, maar er is ook een ondervoorzitter. U hoeft niet alles te doen. Je moet er ieder bij betrekken. En ik besefte dat niet. Totdat ik heb gezien van, hey Patricia, je raakt helemaal uit balans. Want omdat je ze niet bij betrekt en je denkt je wil de beste zijn, want daardoor gaan ze leren, ben je bezig jezelf op te fokken. Dus het is niet dat jij de beste moet zijn, want de beste ben je nooit. Je moet het samen met hun kunnen doen. En voor mij is dat een belangrijke les. En dan moet je je voorstellen, ik heb ergens in februari dit jaar alles anders moeten regelen. Anders waren ze weg. Ze waren echt weg. En dan moest ik iedereen zijn rol geven, oké? De sponsoren zijn binnen, de donoren zijn binnen. Je moet het geld gaan halen. Ga het in orde maken. Maar dan weet je, je moet op de persoon zijn beat werken. Want afwas van jou elong. In elong. En je denkt soms, maar God, dan wil ik het gaan doen. Maar dan denk je van, als je het doet, ben je weg. Je moet wachten totdat die secretaris weet, oké, ik moet die stukken afmaken. Je wil die notulen schrijven, maar er is een secretaris. En dat is wat leiderschap je leert. De eerste is nooit de beste. Samen moeten we de beste zijn. Dat is wat ik uit dit alles leer. En tot vandaag. Tot vandaag leer ik. Ik heb vrijdag een ALV. En in mijn AFI wil mijn ondervoorzitter niet meer. En het is een challenge. En dan leer je, je kan niet met iedereen werken. Ook al wil je een ieder bij hebben, het kan niet, het lukt niet. Ik was mano amoro, wie zit goed op je kinderen? Ano komoro. En zie jezelf dan niet als fucked up, maar zie het als een leerervaring. Dus ik hoop, en ik denk dat ik hiermee klaar ben. Waar? Oh, naar jou. Mijn god, dat zie je toch? Oh, waarom heb je me dat niet eerder gezegd? Want je bent met klik, klik, klik gewoon.
Oké. Okay. Ja, en sowieso ziet u de weg vooruit. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Ik leer er steeds uit. Ik word er steeds wijzer van. Voor mij is het samen. Samen moeten we eruit gaan. En samen moeten we groeien. En dan wil ik u allen bedanken. Hier was ik maar 25 jaartjes. Hoor. Dus het was een hele, hele oude foto. Dus ik wil u allemaal bedanken. Zo, dat is een lijvig verhaal. En je bent in de tijd. Absoluut. Je mag blijven staan. Oké. Okay. Zal ik bij je samenkomen? Dat is, ja. Je hebt echt mooi gesproken. Ik dacht dat het lang zou duren, Patricia. Nee, nee. Je moet leren toch. Je leert 2 minuten maar interruptie. Dus ja, leer je. En mijn oprechte excuses. Odi. Ja, Odi. Ja, ja, ja. Ja. Sorry. Ja, zo wordt het genoemd. Maar ja, ik kan me voorstellen, je wil dat niet zomaar doen. Maar Odi betekent Odi. Ja, Odi. Sasrana. Ik zal het altijd onthouden. Yes. Dankjewel. Ja. We zijn gekomen bij de vragenronde. Wie wil het spits afbijten met de eerste vraag? Zo, ik had... Alles begint. Oh, kijk, kijk, ja. Mevrouw, ja. Er komt iemand naar u toe. Met een microfoon. En zoals u heeft gemerkt, dames en heren, als u uw arm niet omhoog steekt, dan weten we niet dat u een vraag heeft. Dus als u uw arm omhoog steekt, dan kunnen we zien waar de microfoon naartoe moet gaan. Als eerste, als u uw vraag wilt stellen, wilt u eerst uw naam doorgeven en dan uw vraag stellen, alstublieft. Goedenavond, mijn naam is Renuka. Hi, Patty. Dag, hoe gaat het? Hi, go, Fafi. Goed. Wilt u wat dichterbij houden, de microfoon? Oké. Okay. Bijt niet, echt niet. Nee. Patty. Ja? In je eerste presentatie heb je aangegeven... Ja. Dat je in de politiek niet naïef mag zijn. Je wilde alles buiten het bestuur doen. En alles alleen doen. Kom je in Odi, gebeurt hetzelfde. Ja. Dus... Bij meneer Venetiaan heb je in principe de les niet geleerd. Yes. Om het nu op een harde manier te leren. Absoluut. That's it. En nu je een voorbeeldfiguur bent en weet dat je zoveel jongeren onder je hebt. Er zijn zoveel jongeren die naar je opkijken. Heads up. Ik vind het geweldig dat je erover praat. Ja. Omdat veel mensen deze fouten blijven maken. Ja. Ze zijn solisten, ze doen alles alleen. En ik vind het brief van je dat je het hebt gedaan en dat je aangeeft dat je je eerste les niet hebt geleerd. Absoluut. Je blijft leren. En ik ben blij dat je het hebt gezien. Ik dacht van wie gaat het zien? En ze heeft het gezien. Thank you. Is het iedereen kunnen... Oh, jullie allemaal nog? Natuurlijk. Jullie hebben gezien van ze heeft haar eerste les niet geleerd. En dat was het, ja. Ik heb het niet geleerd toen, omdat ik dacht van weet je wat, ik ga door. Totdat ik voorzitter werd van Odi. En daar heb ik echt geleerd dat je samen moet werken. En je moet niet ervan uitgaan. Hallo? Hallo? Ja, je bent er weer. Ja. Net als wordt aangegeven van ja, je bent een voorbeeldfiguur. Het is niet makkelijk om een voorbeeldfiguur te zijn. Absoluut niet. Omdat je onder een vergrootglas wordt gebracht. En je wordt zo groot gemaakt dat je soms denkt van Migado... Je mag geen fouten maken. Maar dat betekent niet dat je geen mens bent. Je mag fouten maken, maar je moet ze niet bewust maken. Maar je moet eruit leren. En je moet niet dezelfde fouten maken steeds. Dus dat is voor mij een harde les. And I've learned. Dankjewel. Dankjewel voor uw vraag. Ik heb uw naam alleen niet meegekregen. Renuka. Dankjewel. Wie is de volgende? Helemaal achterin is iemand aan het zwaaien. Om mijn aandacht te krijgen. Ja, zie je het? Helemaal achterin. Ook ik zie u, mevrouw. Mm-hmm. Eerst uw naam en u graag heel duidelijk in de microfoon spreken. Mijn naam is Raquel. De vraag die ik heb voor u, mevrouw Patricia, is... U heeft moeten leren samenwerken. Hoe is het voor u geweest om uzelf... uw ego het eerste willen zijn, dat aan de kant te schuiven of eigenlijk te temperen, het tempo waarop u gaat, om uzelf zo ver te krijgen om samen te kunnen gaan werken met andere mensen. Hoe is dat voor u geweest? Voor mij, laat me alvast beginnen. Het was niet zo moeilijk, omdat wanneer je beseft dat
jij het niet alleen kan doen, uiteindelijk. Dan in het begin is het zo van, my God, maar waarom? Waarom moet ik samenwerken? Waarom kan ik het niet alleen doen? Maar dan word je met de feiten gedrukt van, hey, luister, mensen zijn mensen. En ze hebben hun karakters. Als ze vinden ze willen achter je staan, moet je ze een kans geven. Anders moet je niet met mensen werken. En het is een hele ervaring, maar voor mij ook een opluchting. En waarom zeg ik dat? Ik besef nu hoe mooi het is om mensen te leren dat ze verantwoordelijkheden hebben. Alles hoeft niet van mij af te gaan. Je hebt je verantwoordelijkheid. En je werkt samen, doe het. En je leert ook. Want op een gegeven ogenblik word je ook een dagje ouder. Ik was 25, nu ben ik 47. En het gaat. Straks ben ik 60. Dat wie neemt van me over als ik alles alleen wil doen? Niemand. Dus je moet de kans bieden aan iedereen, zodat je terug kan kijken en zeggen, hey, dit is wat na mij volgt. Hierin heb ik een bijdrage geleverd. I love it. En dan kan ik rustig wachten totdat ze een grietbaan aan voor me brengen bij Heuse Margriet. Ik zal het niet zijn, ik kan niet zo goed koken. Raquel, dankjewel voor je vraag. Er is hiervoorin is er ook een vraag. Zullen we met elkaar afspreken als degene de vraag heeft gesteld? Steek meteen je arm op, zodat we in de zaal kunnen zien waar de volgende vraag is. Het is de persoon die daar is. Yes. En dan de volgende vraagsteller is bij de muur met de blauwe hemd aan. Gaat uw gang, uw naam is. Goedenavond, ik ben Karta Bink. Hey. Hoe gaat het met je, met Patricia? Goed, met jou. Oh, nu pas ik het, ja. Patricia, ja. Je was echt fuck up. Yes. But net als wat Renuka daarnet zei, ik denk dat mevrouw Renuka is er. Ja. Ja, die zei, we zijn ook trots op je. En nu ben je voorzitter van ODI. Wat zijn je ambities om ook voorzitter te zijn van iets anders? Groter. Samen zijn, samenwerken. En je zei daarnet ook, je kan het niet alleen doen. Kijk naar onze vingers. We maken deze 5 vingers tot 1 en dan hebben we die vuist. Waarop we het hard kunnen slaan. En je weet in het parlement, hoe harder je slaat, hoe beter ze naar je luisteren. Dankjewel mevrouw Kartenbink. Die had je kunnen verwachten natuurlijk. Echt hè? Echt, hè? Ik had dat gedacht. Oké. Hoe ga je deze beantwoorden? Ja. Ja. Dus, niet naïef zijn. Nee. Toonleiderschap. Toonleiderschap. Laat me alvast beginnen. Voorzitter zijn van ODI is een challenge. En mevrouw Karta vraagt van oké, als je voorzitter moet worden van een andere grotere organisatie, dan nog is het iets dat mevrouw Etnel niet kan beslissen. Er is een systeem en er is een organisatie. En ik denk, ze bedoelt binnen de politiek. En dat kan mevrouw Etnel niet doen. En dat is ook iets wat ik aan mensen wil leren. Kijk, er zijn wetten van macht. En wetten van macht leren je altijd. De eerste wet is, weet wie de leider is en probeer hem nooit voorbij te streven. Dat is iets, je moet het gewoon niet doen. Ook al weet je dat mensen je op handen dragen, ken je plek. Want het moment dat je denkt dat je groter bent, ga je vallen. En je gaat hard vallen. En daarom ben ik blij hoe ik ben. Met beide benen op de grond. En ik hoop, de wereld brengt me. De natuur zuivert alles. En als ik ergens moet staan in de toekomst, zal ik staan. Ik ben zelfs blij dat ik vandaag verrast waar ik nu ben. U had gedacht, had ik mijn tweede termijn als parlementariër, maar dat je ook nu een hele andere audience hebt. Andere mensen die van je houden. Ik bedoel, soms loop je op straat. Oude en jonge mensen. Oude mensen die komen en ze geven je bossies zoenen. Mwah, mwah, mevrouw Etnel, kan je zoenen. Weet je? Alleen zoenen? En doe het niet. Nee, maar... En weet je waarvan ik hou? Het zijn Surinamers. Nou, Kriolen, hun die staan en Javanen. Weet je, het doet je goed. Weet je dat je gewoon een oude vrouw ziet. Mevrouw Etnel, jij bent het. Nou, kom hier, laat me je een bossie geven. Ja. Kom hier. Mwa, mwa. Weet je, 20 jaar geleden liep die vrouw me misschien gewoon voorbij. En dat is wat je doet. En dat is wanneer je rustig bent en je laat je leiden. Je hebt je stempel gedrukt. Dat nou, ja. Je bent een goede prater. We gaan naar de volgende
vragen stellen. Meneer, uw naam. Ja, wilt u even staan alsjeblieft? Oh, ik mag staan. Ja, natuurlijk. U bent wel lang, ik had het al gezien, maar gaat u gaan. Normaal zit ik in het midden, maar ik zit een beetje aan de zijkant. Ja, goedenavond, ik ben Tamir Landburg. Mevrouw Ednel, dank u wel voor de presentatie en de uitleg. Ja. We houden ook van u hoor, dus ik praat namens het publiek, denk ik. Maar ik wil een beetje plat zijn. Ja. Was begonnen bij de NPS. Mm-hmm. En in mijn gevoel wilt u altijd de touwtjes in handen hebben, als ik het zo mag verwoorden. En dat heeft een beetje gebackfired. De president toen de tijd heeft dan gezegd van ja, het moet ietsje anders, anders krijg je problemen. Vervolgens bent u naar Odi gegaan en hetzelfde patroon heeft zich herhaald. En het heeft ook niet gewerkt. Het is fuck up nights, dus ik wil weten, wat heeft u specifiek gedaan zodat wij hier, die ook misschien een beetje last hebben om alles in de touwtjes te hebben, om eigenlijk het werk te delegeren en uiteraard de secretaris, de penningmeester, etc. You know, het heel bestuur hun onderdelen, functies te laten doen. En dat u als voorzitter eigenlijk alleen hoeft te focussen op management level zaken. Wat specifiek heeft u moeten loslaten? En hoe heeft u dat gedaan? Dank u wel, Damiro, voor je vraag. Het is Damiro met een T, hoor. Met een? Met een T. Van Tam Tam. Ik praat veel, Tam Tam. Tamiro. Tam. Tamiro. Je mag Tam zeggen. Zo. Tam. Oké. Okay. Ik heb je wat bedenktijd gegeven. Maar. Ja. Tamiro, bedankt. Wat ik heb moeten doen, ik heb die spiegel nog meer aan mezelf moeten houden. En moeten zien van Patricia, dit kan zo niet verder gaan. Als je zo doorgaat, gaan mensen niet met jou willen samenwerken. Maar dan ga je ook niet het voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Nee. Dus dat heb ik moeten doen. Ik heb echt naar mezelf te kijken en leren om anderen bij te betrekken. En ook beseffen, niemand kan zijn zoals jij bent. Iedereen is zoals hij is, uniek. En als je zegt dat je met ze samen wil werken, delegeer. Wijs ze hoe ze het moeten doen en zorg ervoor dat ze het zelf doen. That's it. En ook al denken, Migado, maar het gaat niet zoals je wil, niet op jouw speed. Het gaat je niet aan. Ze moeten het doen. Uiteindelijk, they have to deliver. That's it. Kort maar krachtig, dankjewel Patricia. Ik zoek de dame met de microfoon. Oh, ik heb nog één vraag gekregen net te horen van de productie. En ik zie een meneer hiervoor. Was u dat? Achterin. Daar achterin, sorry, excuses, dankjewel. Sorry, daarom kijk je me zo verwaard aan. De vraag zo kort mogelijk houden. De inleidingen eventjes achterwege te laten. We hebben nog twee ook hele interessante sprekers. Even de microfoon aan. Ja. Ja. Mijn naam is Daniel van Vuren. En mijn vraag is, wat heeft u vanuit uw opleiding meegekregen wat u nu misschien weer naar boven krijgt, wat zeg maar een antwoord geeft op uw uitdagingen met leiderschap? En ook vanuit uw opvoeding, hetzelfde vraag. Twee vragen in één. Je bent slim. Vanuit school en vanuit de opvoeding. Laat me zeggen, vanuit de opvoeding. Ik heb een hele toffe moeder. En misschien vandaar ook mijn strijd. Mijn moeder maakt geen grappen. En voor haar is het heel erg belangrijk dat ik moest presteren in het leven. Naar school moest gaan. Ik moest mijn best doen en ik moest werken. Ik was 16 jaar toen ik begon te werken met mijn moeder. Mijn moeder was bediende, schoonmaakster. En ik moest 16 jaar met haar gaan werken. En wat ze me zei, Patricia, Roko Nechirisma. Fure Chiri, maar Roko Nechiri. En het, voor mij was het heel erg belangrijk om dat te leren. En ik heb huis leren schoonmaken. Ik heb verantwoordelijkheden geleerd toen ik vanaf mijn 16e. En dat heeft me gevormd tot wie ik vandaag ben. Dus als het gaat vanuit de opvoeding thuis, moet ik die credit geven aan mijn moeder. En ze was ook een fighter, hè? No nonsense women nog steeds. En ze zei altijd, niemand
moet jou gekke dingen zeggen. En als je fout bent, moet je pardon zeggen. Geen sorry. Ze hou ook niet van het woordje sorry. Ze zeggen, je moet pardon zeggen, want zo hebben we je geleerd. Ja. En vanuit de school, kijk, belangrijk voor mij is, je hebt je opleiding. Ik heb de universiteit gedaan, daarna Limapo. Ik ben nu bezig mijn voorbereidende fase om te promoveren. Dus het is voor mij een hele ervaring. En ik van waar ik kom als jong meisje. Mijn moeder zei altijd, want we hadden het niet breed. Mijn moeder had het heel moeilijk. Ze zegt, Patricia, let niet op wat je aantrekt. Weet je, je moet kleren aantrekken aan om op een olo. Maar let op je gedrag. En ik was altijd een fighter. Omdat ik nu nog steeds maar een beetje temperen, mijn leren toch. Maar dat komt ook omdat je in een leven zit van, hey, je moet ervoor zorgen dat je een voorbeeld blijft en daar bent. Dus het heeft mijn opvoeding en mijn scholing hebben me goed gedaan tot nog toe. En ik ben blij dat ik dat met mijn moeder heb gehad en mijn broers. En nu kan ik veel leren, ook aan mijn zonen. Jammer dat ik geen meisje heb. Ik ben gewoon in een wereld van jongens. Het kan nog, hè? Het kan nog. Daniel, dankjewel voor je vraag. Patricia, ja. Helaas moet ik je... Bedanken. Ja, niet zo. Ja, ik ga zitten. Ga nog genieten vanavond. Absoluut. Mag een applaus voor Patricia Etnel. Ja, dank je.